Voor de opleiding BIM-tekenaar ga ik in gesprek met docent Steven van den Driessen. Steven, jij bent zaakvoerder van Concept. Vertel eens, wat doet Concept precies? Concept doet eigenlijk binnenhuisarchitectuur voor particulieren of voor architecten of bedrijven. En naast dat staan we ook in voor al het tekenwerk voor architecten of voor bedrijven. Alles die eigenlijk te maken heeft met architectuur doen we. Oké, goed. Die opleiding BIM-tekenaar, wat zijn daarvan de doelstellingen en de leercompetenties? De doelstellingen van die BIM-tekenaar is eigenlijk een opleiding tot bouwkundig tekenaar. Zowel met AutoCAD als met Revit, dat is meer een nieuwe techniek. En wat wordt er daarin gegeven? Dus naast de bouwtechnologie wordt ook alles van software gegeven, dus van tot en met het laatste nieuwe programma dat er eigenlijk is. Naast dat wordt ook natuurlijk nog de standaardzaken gegeven, zoals boekhouding en dergelijke. Oké. Zijn er bepaalde vereisten om te kunnen starten? Moet je voorkennis hebben? Nee, er zijn eigenlijk totaal geen vereisten om te kunnen starten. Iedereen kan daarmee starten. Het enige dat we wel vragen is een beetje basiskennis van de PC en Excel en Word en dergelijke. Maar tegenwoordig is dat normaal geen probleem. Oké. Goed. En in die opleiding, wat is zo de verdeling tussen theorie en praktijk? De opverdeling tussen praktijk en theorie, dat is een beetje afhankelijk van hoe je kijkt. Dus we hebben een stuk bouwtechnologie, we hebben dan een stuk theorie over de software en de praktijksoftware. Nu, die theorie-software en praktijksoftware, dat wordt eigenlijk door elkaar gelinkt. Dus als we dan kijken naar wat is de verhouding tussen bouwtechnologie en dan de praktische kant van software, dan is dat ongeveer 1/3 is bouwtechnologie, 2/3 is dan de computersoftware. Oké. En kun je enkele voorbeelden geven van opdrachten die jullie geven? Ja, enkele voorbeelden van opdrachten. Dus we geven tijdens de cursus wordt eigenlijk voornamelijk aangeleerd door praktijkopdrachten. Dus alle leerkrachten zetten eigenlijk standaard of staan dagelijks in de praktijk. En één daarvan bijvoorbeeld is, we gaan een gebouw gaan opmeten. We tekenen daarvan de bestaande toestand, er wordt daar een verbouwing van gemaakt en we maken de nieuwe toestand. Dat allemaal in functie van een bouwaanvraag. Een ander voorbeeld is het eindwerk. Het eindwerk start eigenlijk met een schets van een architect. En dan is het de bedoeling dat de leerling het bouwtechnisch, ergonomisch en zowel klaarmaakt voor een bouwaanvraag. Oké, wat zijn de mogelijkheden in het werkveld? Waar komen onze cursisten zoal terecht? De mogelijkheden in het werkveld is eigenlijk heel veel. Je kunt bij een architect gaan werken. Je kunt ook bijvoorbeeld bij een keukenbouwer gaan werken. Eigenlijk alles die met tekenwerk te maken heeft en de bouw, kun je eigenlijk naar terecht. Omdat de opleiding zodanig opgemaakt is, dat je met de softwarekennis overal terecht kan. Oké, goed. Dankjewel, Steven.